Via de deur kom je dan binnen en dan is hier het welkomstcomité. En dan krijg je een lekker goed kopje koffie van een echte koffieapparaat. Want dat vind ik heel belangrijk, dat de koffie heel lekker is. En kun je een praatje maken met de gastheer, vrouw, persoon. En ja, dan kun je door en andere leuke dingen doen. En naar de art playground boven of naar de studio. Of gewoon hier blijven zitten. Kijk het koffieapparaat! Ja. Verschillende horecaondernemers probeerden het op deze locatie, maar dat mislukte elke keer. Inmiddels stond het gebouw al 6 jaar leeg. Nu moet er een art playground komen. Een plek waar kunst en theater gemaakt kan worden. In eerste plaats voor jongeren. Dit wordt de studio. En ik zie het zo voor me dat we hier dan een balletvloer hebben. En dan is het eigenlijk een multifunctionele ruimte. Dus je kan hier repeteren, je kan hier dansen, je kan hier workshops houden. Er is enorm veel te doen. Waarom willen jullie dit eigenlijk gaan doen? Ik vind het heel belangrijk dat er een plek is. En voornamelijk nu voor jongeren. Omdat ik merk om mij heen dat er best wel veel jongeren het best wel moeilijk hebben. Er speelt ook best wel heel veel in de wereld. En het is heel erg belangrijk, denk ik, om in contact te blijven met elkaar. En ik denk dat creativiteit daar heel erg bij kan helpen. En wat voor plek hoop je dan dat dit zal zijn? Ik hoop gewoon dat dit een hele vette plek is. Waar mensen gewoon heel graag naartoe gaan. Even, hebben ze even vrij en dan komen ze hier naartoe. En dat je gewoon daar allemaal nieuwe mensen kan ontmoeten, maar ook je eigen vriendengroep. En dat er gewoon gekeken wordt van nou, wat willen we graag? En dan met wat hulp van ons en anderen, we betrekken iedereen er gewoon bij en gaan we dat gewoon fixen. Dat lijkt me heel erg tof, want niets is onmogelijk. Dus dan, nou ja, er zijn misschien wel wat limits, maar de instelling is niets is onmogelijk, ja.